En dan kan je hier heel vlot, hop, je lijnen zetten en die zullen ook vrij accuraat zijn. Welkom Photoshop-liefhebbers. Vandaag gaan we met een nieuwe pen tool aan de slag. De Content Aware Tracing Tool met name. En ik heb hier een foto klaarstaan van een stoel. De pen tools, die zal je misschien al kennen. De gewone, de Curvature Pen Tool. En dan nu ook de Content Aware Tracing Tool. Nu, geen nood, als je die nog niet ziet staan, dat moet je even inschakelen onder de voorkeuren van Photoshop onder Technology Previews. Standaard is dat nog niet geactiveerd. Dat is een beetje in beta-modus. Dat wordt nog ontwikkeld. Dus die zal ook hier en daar nog niet perfect werken. Maar gewoon even inschakelen en Photoshop even ook opnieuw opstarten. En dan zou je die ook moeten zien. Ik heb ze ook even uit elkaar gezet voor mezelf. Normaal gezien zitten alle pen tools allemaal in hetzelfde vakje. Ik heb dat met Edit Toolbar even veranderd voor mezelf. En dan ga ik die gewoon even erbij nemen. En zoals we zien, als ik daar op de foto op de randen ga staan, dan gaat die een lijn geven. Dat is een stiplijn, dus vanaf dat ik zou klikken, gaat dat eigenlijk een pad worden. Ik ga ook even het paden openzetten. Ik start hier misschien aan de poot onderaan rechts. Dus even daar klikken. En daar kunnen we dan een klik bij zetten. Die zal niet in één keer rondom gaan. Behalve als je echt wel een heel goede foto hebt op een zeer effen achtergrond. We zien bijvoorbeeld hier van boven gaat dat een stuk vlotter. Hier is er wat meer, conflict met de achtergrond. Photoshop heeft het moeilijker om dat te gaan herkennen. Als je een nieuw stuk zet, let er ook op dat je een plusje ziet staan bij je pen tool. Dat is vrij belangrijk, want ik ga even inzoomen daarvoor. Daar dat plusje, dat zal er soms niet staan. Dat zorgt ervoor dat het verbonden wordt met je vorige getekende stuk. Dat is hetzelfde als hier veranderen bovenaan. Je kan het ook zo doen, maar ik vind het handiger om Shift te gebruiken of Alt of Option op de Mac om naar de min te gaan. Dat gaat een stuk vlotter. Dus even de Shift gebruiken en dan ga ik stukjes gaan bijtekenen. Zo. Hier en daar zal het wat moeilijk worden. We gaan dat zien. Even al een eerste toevoeging. Als ik geen Shift gebruik, dan zien we hier in dit geval, als ik heel ver ga starten met tekenen, dit is een nieuwe lijn met Shift erbij, gaat hij daar ook een rechte verbindingslijn tussen maken. Dat kan soms helpen, zoals bijvoorbeeld hier, kan ik hier starten, maar dan ook laten verbinden. Nu een tweede tip, als we gaan inzoomen, gaan we zien dat het soms een beetje ruw is in de overgangen. Dat is zeker zo. Wees u ervan bewust, de zoomfactor heeft ook enorm effect op de nauwkeurigheid. Dus we zullen zien dat toch nog altijd zal afwijken, maar hier even zo te werk gaan. En hier een stukje bij. Het helpt toch wel om ingezoomd te zijn. En achteraf zal je misschien wat opkuiswerk hebben hier en daar. En hier ook even trimmen, dat kan ook gemakkelijk. Als je dit ziet verschijnen hier en daar, dan kan je dus even overschakelen naar de trim-modus met Option of Alt. Je kiest een startpunt en gewoon even bewegen ook dan bij je klik in de juiste richting. Anders zou je de verkeerde kant kunnen schrappen. Dus het trimmen is om een van de verkeerde uiteinden even weg te doen. Zou je dat hier proberen, dan is dat natuurlijk ook het volledige uiteinde. Dus je doet dat trimmen tijdens het tekenen. Nu, hier wordt de tool heel krachtig.
vanaf dat we echt wel degelijk op een effen achtergrond zitten. En ik denk dat dat ook echt wel de bedoeling is hier. Productfotografie die op een mooie, egale achtergrond zijn getrokken, meestal ook wit. En dan kan je hier heel vlot op je lijnen zetten en die zullen ook vrij accuraat zijn. Voor sommigen misschien, als je heel ingezoomd gaat werken, zouden ze het zelf wat nauwkeuriger tekenen, maar dan moet je soms ook afvragen, zie ik het in het eindresultaat op de resolutie die ik zal gebruiken uiteindelijk? Dan kan je daar ook gewoon nog wat post-tekenwerk aan doen met de gewone pentool voor het opkuisen, indien nodig. Ik ga hier gewoon nog even kijken naar de binnenvormen. Ook hier is zeer handig om dat even aan te klikken. Let er ook altijd wel op als je zo'n vormen van binnen tekent of de juiste modus gebruikt wordt. Ik heb ook de gewoonte om dan even die modus aan te klikken. Je kan hier eigenlijk gewoon met de plus- en de min-toets op je toetsenbord heel gemakkelijk overschakelen. Dat werkt het vlotste voor mij, dus mocht het dan niet juist staan. Kan dat op deze manier? Soms zal het hier inderdaad nog altijd eventjes niet juist lopen, maar let er soms ook op van eens in te zoomen als de gemaakte lijnen niet juist zijn. Dat kan dus helpen. En hier opnieuw zal dit weer een stukje moeilijker zijn. Dus dat gaat je een beetje moeten forceren. Weten waar je de lijnen soms moet starten. Hier heb ik er al een verkeerd stuk. Ik kan dat trimmen, akkoord. Of ik kan ook gewoon even hier starten om dat te forceren. En dan ga ik ook misschien hier dat stukje even verwijderen. Het enige wat ik nog een beetje lastig vind met deze tool is een start- en eindpunt verbinden met elkaar. Dat lijkt hij soms nog heel moeilijk te doen en nu moet ik even ook waarschijnlijk terug starten hier. Je kan ook gewoon opnieuw even overschakelen naar de gewone pentool, denk ik dan, mocht dat niet het geval zijn. Soms liggen begin- en eindpunt echt zodanig dicht bij elkaar dat je niet ziet dat het gesloten is. Dus alleen daar nog een beetje op letten. Misschien wordt dat nog wat vergemakkelijkd in de uiteindelijke tool als die geperfectioneerd is en geen technology preview meer zal zijn. Maar ik hoop voor wie nu al nut ervoor heeft, veel productfoto's moet traceren op deze manier, dat hij met die content aware tracing tool enorm veel tijd kan besparen. Bedankt om te kijken naar deze videotip van de week. Willen jullie meer tips zien, volg ons. We hebben hier een mooi YouTube-kanaal ongoing. We zijn dat nog volop aan het uitbouwen, dus meer subscribers zou geweldig zijn. Het belletje eventueel voor alle nieuwe video's onmiddellijk te zien. En dan zie ik jullie hopelijk op een andere keer in een andere videotip van de week.